KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Hoppa, tik, 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 tik. Flipperkast Ali Reza. Hij wint 5-1. En dan heeft hij een fantastisch kampioenschap bereikt met PSV. De ontlading is daar. Het rebound voor Van Oosterbeek. Hij zet! Dani Hagenbeuk komt de voorsprong. De scheidsrechter fluit af. Dani Hagenbeuk wisselt in de laatste ronde van de Eredivisie met Feyenoord. Zodat hij de nieuwe kampioen van het Xbox-seizoen is. Oh. En dit! Ja, hij zit erin! Wat een wereldgoal! Hij zit erin! Wat een wereldgoal! Oh! Oh, oh, oh. El Tornado! Oh. Op rand 16, om twee man heen eigenlijk. En de volley verdwijnt in, nou, net onder de kruising. Maar wat een geweldige goal nodig. Prachtig. Fans, wat vinden jullie van, jongens? Hey, wat een fantastisch mooi spel spelen we hier. Dit gaat helemaal nergens over, man. Kun je nou ooit zo rustig blijven? Dit staat er helemaal nergens op. Welkom bij Eredivisie, de aftrap. Dat was het vorige seizoen in vogelvlucht. Maar nu een nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe presentator. Maar gelukkig ook oude bekende gezichten om alles mee te bespreken. Welkom, heren. Hi. Dani, kampioen natuurlijk van vorig jaar. Hoe is het leven als kampioen van goed, de Eredivisie? Goed. Natuurlijk even een tijdje rust gehad. Wat tijd voor mezelf gehad. Leuke dingen kunnen doen. En nu begint het nieuwe seizoen. En moet ik mezelf weer opnieuw gaan bewijzen. Ben je nog vaker herinnerd aan die ene avond? Ja, zeker. Natuurlijk, elk jaar kampioen worden is natuurlijk weer geweldig. Voelt elke keer weer als de eerste keer. Is elke keer weer een speciaal gevoel. Dus ja, super tof natuurlijk om elke keer weer te bewijzen. Nu dit seizoen weer proberen opnieuw te doen. Maar is dit dan nog iets wat je vaak terugkijkt? Of, Ik moet zeggen dat ik het echt de eerste weken zo vaak heb bekeken. Dat, ja, de laatste tijd is dat wel wat minder, maar één keer in een paar weken. Zie ik het wel weer eventjes voorbij komen. Nu laat je het dan wel weer even los. Ja, klopt. Bas, hoe is het met jou? Waar ben jij allemaal mee bezig geweest de afgelopen maanden? Ja, een beetje lekker op de rug liggen, een paar maanden. En dan, ja, dan gaan we er weer tegenaan, hè? Dus je bent helemaal rustig, helemaal opgeladen? Ja, ik ben altijd rustig, dat weet je. Ja, ja, ik weet het niet, maar we gaan het zien. Ik heb andere verhalen gehoord, maar ik laat het rustig op afkomen. Raoul, heb jij een beetje zin in het nieuwe seizoen? Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen. Een hele nieuwe opzet, een hele veranderde situatie, helemaal omgegooid. Gaan we het zo denk ik nog over hebben. Zeker. Maar het belooft echt heel veel. En ik ben benieuwd wat Dani het weer in het tweede seizoen zelf kan waarmaken. Ja, want we hebben jullie ook gevraagd naar jullie mooiste moment van FIFA 19. Raoul, ja. Jij hebt ons iets moois geattendeerd. We vroegen je wat je mooiste moment was. Dus nou ja, we kunnen nu een mooi inkijk krijgen in het sterrenbestaan van een FIFA-speler. Dit is een walkout, toch? Ja! Hey! Hey, kom op! Markie, let's go! Mag je wel blijer zijn, Markie? Daar heb ik jou toch voor in je blote bas. Maar ga ik hiervoor abonneren? Ja, zeker. Je hebt mijn sub, Mark. Top. Ja, ja, je hebt afgetraind deze zomer. Jij pekt de Özil. Ja, ja, FIFA is nog jong. Ik heb nog niet heel veel pekluk gehad. Dus wat betreft mijn hoogtepunt van FIFA, hoop ik dat het de komende maanden bij de Eredivisie nog wel aangevuld gaat worden. Door mooie momenten zoals we net ook zagen van vorig seizoen. Ja. Dus dat zou helemaal top zijn. Bas, we vroegen jou ook om een moment. Ik had ook zo'n moment ingestuurd, maar dat zijn ook zonder shirt. Alle kijkers kwijt. Dat moeten we niet doen. Ja, ik heb zoveel mooie momenten gehad. Ik weet niet eens of er hier überhaupt iets klaar op staan. Ik heb echt geen idee. Maar wie moet jij pakken? Wil jij je shirt uittrekken? Ja, dat moet toch wel een icontje. Makalele. Makalele. Claude Makalele ben ik fan van. Of ja, toch een R9 wel, hè? Klassieke Ronaldo. Ja, dat ga ik wel gek. Daar wachten we dan nog op, totdat jij je shirt uittrekt. Nieuw seizoen, je zei het al, nieuwe opzet. Vorig jaar hadden we natuurlijk een hele andere competitie. Maar FIFA 19, het is nu anderhalve maand uit. Wat vinden we ervan? Ik persoonlijk vind ik het een hard spel. Ook omdat je... Het is wel iets meer voor skillers weer gemaakt. En zoals jullie weten, ja, ik ben natuurlijk een skiller van je wel. Alleen maar mooie doelpunten. Ik maak alleen maar mooie doelpunten. Maar ik moet zeggen, hij ligt me op zich wel. Alleen er is nu net wel weer een soort patch gekomen of een update. Waardoor de omhalen zeg maar, iets minder zijn geworden. Dus ja, het is van een iets meer fun game naar een iets serieuzer game weer gegaan. Persoonlijk vind ik het jammer, maar ik snap dat ze het hebben gedaan. Want als je een paar leuke spelers in je team had, kon je 3 omhalen per wedstrijd scoren. Ja. Dat is niet heel realistisch. Nee, precies. Nee. Dus ja, nu maak ik maar 1 per wedstrijd. Dus wat dat betreft valt dat zeker mee. Dat is ook wel prima. Dani, hoe bevalt jou tot nu toe? Nou ja, qua prestatie sowieso een stuk beter dan vorig jaar. Vorig jaar moest je even inkomen, hè? Vorig jaar moest ik echt wel een paar maanden inkomen.
PlayStation seizoen heb ik de grootste haat over me heen gehad die me kon bedenken. Nou ja, heb ik dat ook wel achter de rug, weet ik ook hoe dat is. En, nee, maar dat verwacht je niet dit seizoen? Nee, dit seizoen ben ik hartstikke goed begonnen, denk ik. Voor de eerste twee toernooien meteen gekwalificeerd. En de tweede toernooi zelfs als enige Nederlander, dus het gaat me goed af het begin. Maar hoe komt het dat het vorig seizoen in het begin niet lukte en nu wel? Ik denk dat het vooral is gekomen door het verschil tussen FIFA 17 en 18. FIFA 17 was een snel spel waar je veel skills kon doen, hoge druk kon zetten, dat lag mij goed. En FIFA 18 werd dat eigenlijk totaal anders, moest ik mijn hele speelstijl aanpassen. En 18 en 19, de basis, is wel een beetje hetzelfde. Vind je dat ook, Raoul? Ik sla me er wel erg op aan. Ik vraag me af of het voor jou een voordeel is dat je nu niet, zeg maar, vorig jaar was het een voordeel geweest als je niet de eerste seizoen zelf hoefde te spelen. Klopt. Maar nu ben je zo in vorm en de resultaten die je haalt, is eigenlijk zonde dat je nu niet aan het begin van start kan gaan. Maar dat je lef namens Ajax hebt spelen. Ja, dat is natuurlijk sowieso waar. Maar laat jij lef spelen of heeft de club dat bepaald? Goeie vraag. Dat heeft de club besloten. Ze hebben er natuurlijk goed over nagedacht. We hebben ook nog Joey uit Amerika die ook hartstikke goede prestaties heeft geleverd. En, nou is Lev natuurlijk ook een topper. Dus, precies, Lev en Joey zelf de prestatie, eigenlijk FIFA 18. Maar voelde je dat al een beetje aankomen, dat zo bepaald zou worden? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel had verwacht. Aangezien de punten nu, daar komen ze straks nog bij op terug. Maar ik kreeg punten voor het WK uiteindelijk. En op het moment dat Lev en ik allebei een seizoen zelf spelen, dan hebben wij beide veel punten. En heeft Ajax natuurlijk meer kans om twee spelers uiteindelijk op het WK te hebben staan. En dus ook meer kans om Ajax wereldkampioen te maken. En is het ook omdat jij dan misschien de beste bent op de Xbox? Of? Ja, het is moeilijk om van jezelf te zeggen, maar... Precies, ja, maar op de PlayStation... Maar ik zeg het toch. Nee, ik denk als de eerste... Als ik een PlayStation-speler was en Xbox-seizoen moest tussen Lev en Joey bepaald worden, dan denk ik dat Joey had gespeeld. Okay. Dus ik denk echt dat de keuze op Lev is gevallen in plaats van Joey, omdat hij gespecialiseerd is op de PlayStation. Nou, duidelijk. Ja, we praten er zo nog even over verder, maar we gaan eerst even kijken naar hoe die competitieopzet nou precies is. Want het is niet heel ingewikkeld, maar we zetten wel even op een rijtje. In de Eredivisie wordt gespeeld met een speciale editie van FIFA 19. De e-sporters hebben beschikking over alle spelers, inclusief icons, en kunnen daarmee zelf hun favoriete team samenstellen. En ook de competitieopzet is veranderd, in een poolsysteem. De 18 clubs worden door loting verdeeld over 3 pools van 6. Op basis van het vorige Eredivisie seizoen zijn Ajax, Feyenoord en PSV groepshoofd van hun pool. De overige clubs worden door loting verdeeld over de pools. Een wedstrijd in de groepsfase bestaat uit 2 games, 1 thuis en 1 uit. De uitslagen worden opgeteld en hieruit volgt de winnaar of een gelijkspel. Aan het einde van de poolfase gaan de nummers 1 en 2 van iedere pool door naar de knock-outronde. De nummers 3 en 4 gaan in een play-off pool spelen om de laatste 2 tickets voor de knock-outronde. In de play-off pool komen dus 6 clubs in actie. De nummers 5 en 6 van de 3 pools liggen uit de competitie. In de knock-outfase zijn er 8 clubs over. Een knock-out-ontmoeting gaat over 2 games, scores worden opgeteld en de winnaar is door naar de volgende ronde. In de finale wordt gestreden om het kampioenschap op de PlayStation. Na de winterstop wordt volgens hetzelfde systeem gestreden om de titel op de Xbox. Aan het einde van het seizoen strijden de PlayStation en Xbox-kampioen tegen elkaar om het landskampioenschap Eredivisie 2018-2019. Snappen we hem helemaal, Bas? Ja, het is me nu al toch iets duidelijk geworden. Ja? Ja, het is een mooi overzichtje zo. Raoul, meteen iets wat zeg maar dit seizoen anders is. Daar wilde jij het meteen over hebben. Ja, klopt. Ja. Alle spelers. Alle spelers. Ik denk dat het grootste nadeel van FIFA als e-sports game was, in vergelijking met alle andere e-sports ter wereld, dat het heel erg pay-to-win was. Dus als je veel geld uitgaf, kon je natuurlijk betere spelers krijgen. En had je een groter voordeel dan je tegenstanders. Dat is online nu nog steeds zo. Maar de enige keren dat niet gebeurde was op officiële toernooien van EA, die zij zelf organiseerden. En Eredivisie heeft er nu ook de beschikking tot. En dat is volgens mij de eerste competitie ter wereld naast de officiële van EA waar dat zo is. Maar waar gaan wij dat dan heel erg in merken? Nou, je gaat het heel erg merken dat in tegenstelling tot de voorgaande jaren een club als VVV Venlo, die misschien een minder groot budget beschikbaar heeft voor de Eredivisie dan een Ajax, met dezelfde spelers kunnen spelen als... als dus normaal gesproken Ajax, Feyenoord en PSV doen. Slecht nieuws voor jou, Dani? Nee, totaal niet. Want eigenlijk vorig seizoen waren er nog 2 of 3 spelers die een beter team hadden dan ik. Ik vind het prima. Alle spelers tot je beschikking. En zo kan je natuurlijk gewoon echt zien wie de beste zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel een dingetje. Want kijk, als je bijvoorbeeld als VVV zijn en normaal gesproken met, Of bij NAC dan. Met een Martijn Jouw bijvoorbeeld speelt. En je komt nu in één keer met een hele andere speler waar je niet gewend bent om mee te spelen. Ja. Dat is ook wel een dingetje. Dus je moet wel afstemmen van
kies ik nou echt het allerbeste team of kies ik het team waar ik mee gewend ben om te spelen? Of bepaalde spelers die je echt fijn vindt. Dus daar moeten clubs wel een keuze uit gaan maken. Kijk, bijvoorbeeld clubs als PSV, Ajax, dat soort teams, die zijn gewoon gewend om met heel veel Ajax te spelen. Ja. Dus... Want de clubs die mogen de teams alleen hier gebruiken, alleen die accounts. Ze mogen die natuurlijk niet thuis gebruiken. Dus wat Bas zegt, misschien dat ze thuis niet afstemmen. Dat ze thuis het budget hebben om met Son te spelen op linksbuiten. Dat is nog wel een dingetje, denk ik. Ja. Want je moet echt. Maar Bas, hoeveel heb jij al uitgegeven dit seizoen? Laten we zeggen... Genoeg. Meer dan een gemiddeld maandsalaris, zeg maar. Dus dat is wel gewoon op zich wel een leuk bedrag. Ja, nou ja, goede ontwikkeling. Ik ben nog steeds heel slecht eigenlijk. Ja, dat is heel jammer. Dat is nog wel een dingetje, want ik denk dat heel veel mensen... denken dat het heel gemakkelijk is om met een Lima te spelen. Natuurlijk, als je een rondje klikt, vliegt die 9 van de 10 keer meer erin. Ja, maar je moet er alsnog aan wennen. Als je dus dat gaan we zeker nog wel zien in het begin. Maar verder de competitie opzet, Raoul, wat vinden we daarvan? Ja, echt top. Echt top. Dat zag je vorig jaar ook, dat op een gegeven moment... als een club na 5 rondes zijn draai niet had gevonden... nou, wat Dani de eerste seizoen zelf had, was het daarna nog heel lastig... Ja. om uiteindelijk weer te presteren. En met deze opzet is het zo dat je inderdaad niet klaar bent... nadat je een paar keer slecht hebt gespeeld. Want je speelt nog ergens voor. Je hoeft niet per se eerste of tweede te worden. Je kan ook met derde en vierde kan je uiteindelijk nog het toernooi zien te winnen. Ja, het zijn veel meer cruciale potten, zeg maar. Veel meer potten waar veel meer spanning achter staat. Natuurlijk, als je eerste wedstrijden verliest... en je weet het niet recht te trekken, ja, dan lig je eruit. Maar goed, dat is bij alles zo. Toch heb ik wel liever, als ik heel eerlijk persoonlijk praat... wel liever een competitie. Want uiteindelijk, ik bedoel, je speelt 17 wedstrijden. Ja. Dus dan maar knock-out is ook wel leuk, toch? Tuurlijk. Dat voor jou is het misschien nadelig, omdat jij gewoon... Nou ja, van de meest consistente spelers. Voor de kijker is het denk ik... Klopt. Nou ja, wel iemand anders kan... Ja, sowieso. Maar aan de andere kant speel ik ook wel weer beter met de druk van de knock-out fase. Dus wat zeer je dan? Wat zeer je dan? Wat zit je nou te zeiken? Ja, vind ik een beetje raar. Maar het is voor de kijker natuurlijk veel leuker, dit. Ja, dat kijken, die zat ook een beetje te kijken van ja, nou hebben we nu een wedstrijd, dat speel onder zoveel. En dan heb je Ajax tegen VVV, terwijl VVV voor niks meer speelt. En ik zeg maar wat, we zeggen heel vaak VVV, hè? Wat is dat, jongens? Hebben jullie iets afgesproken of zo? Ja, dan hebben zo vaak moesten droppen of zo? Nee, maar even om een voorbeeld te geven. Kijk, nu staat er wel echt veel meer, zijn er veel meer wedstrijden waar er wat op het spel staat. Zeg. Ja. Dus dat brengt ook veel meer spanning met zich mee. En dat resulteert ook bijvoorbeeld dat je veel meer reacties gaat zien van, wat is dit? Gekke reacties, weet je. Kijk, als je 85 wedstrijden verloren hebt en je hebt de 86 verlies ook, dan denk ik ook van, ja, leuk, het zal wel, weet je wel. Je gaat er wel echt gereden worden, dit is. Ja, dat denk ik wel. Met een knock-out fase, en dat hoop ik in de 90ste minuut zo'n goal tegen. Klaar. Dus ik wil ook een oproep doen. Ik weet niet welke camera ik moet pakken, die camera. Ik verwacht wel van alle e-sporters. Ik snap dat het allemaal heel serieus is en dat heel veel op het spel staat. Maar ik verwacht toch wel een paar leuke race momentjes, een paar leuke grapjes tussendoor. Want dat vinden de kijkers ook zien. Een oproep namens zelf ook een kijker van de E-divisie. Doe een keer leuk, doe een keer grappig. Hè? Maak het over een grapje, een klein scheetje misschien tussendoor. Dat voor de liefhebbers. Serieuze dingen. Ja, ik vind het deze is voor jou. Uitstekende oproep. Er is ook iets wat het nog spannender maakt, is dat er punten te verdienen zijn. Want de E-divisie is official league partner van EA. Dat betekent dat als je het goed doet in de E-divisie, dat je ook punten krijgt voor het uiteindelijke FIWC. Nou, dit is best een goede ontwikkeling, toch jongens? Het is niet niks, toch? Ja. Nou, nu zie je het nog meer dat inderdaad niet alleen de eerste een prijs krijgt, maar dat iedereen ergens voor speelt. Je weet niet hoeveel punten er in totaal nodig zijn om je te plaatsen voor een toernooi. Het kan zijn dat je inderdaad naast, als je de E-divisie wint, ook een ander toernooi moet winnen om voldoende punten te krijgen. Dat hangt juist ook wel leuk. Even een kleine aanvulling. Ja, hoeveel FEWC was het? Trouwens. Het FEWC. FEWC. En het was, hoeveel punten was je gekwalificeerd? Hoeveel punten moest je hebben? Of hoeveel mensen kwalificeerden zich? 64, toch? Ja, 64. Ja, voor de beste 64 aan het einde van het seizoen die dan zeg maar de meeste punten hebben. Zo, Dus je weet nog niet of als je eerste wordt je met 850 punten gekwalificeerd bent. Maar ik denk dat je dan al wel een hele goede stap hebt gemaakt. Ja. Ja. We hebben echt heel veel kwaliteit deze competitie nu zitten. Dat is echt niet normaal. Als je bijvoorbeeld kijkt, de Graafschap denk ik, oké, leuke promovendus. Maar die hebben gewoon jongens lopen die gewoon al ervaring hebben op het midden. Het niveau is weer zoveel omhoog gegaan dit seizoen. Het niveau is echt weer een stuk omhoog gegaan. Ik denk ook dat na Duitsland Nederland misschien wel het sterkste land is. Ja, dat denk ik. Ja, maar daarom is het ook goed dat EA ook dat laat zien zo door die punten te erkennen natuurlijk aan de E-divisie. We weten al van jou dus dat jij het tweede seizoen zelf gaat spelen. Dat Lef dus eerst gaat spelen. Ja. Maar er zijn ook nog een hoop andere nieuwe gezichten. Die stellen we natuurlijk even aan je voor. Nee, helaas niet. Maar ik denk als ik tegen hem zou spelen, dat dat wel zou gebeuren. Met één hand. 2 jaar geleden in Madrid, FIFA 17. FIFA 18 was Manchester, Barcelona en Amsterdam. Daar heb ik wel naam gemaakt, zeg maar. Of eindelijk kan ik nu in de E-divisie spelen. Ik heb een aantal keren de top 100 van de wereld bereikt, Weekend League. Ik heb ook wel een paar E-divisie spelers verslagen vorig jaar in pro-blaze toernooien en verschillende toernooien. Dus
Ik denk dat ik gewoon een hele goede speler ben vergeleken met de rest. Ja, was ik trots op mijn eigen natuurlijk. Wat ik heb behaald, dus ja, ben ik wel heel tevreden. Normaal voetbal is mijn lievelingsspeler Mesut Özil, maar voorbeeld een beetje Neymar. En qua FIFA-speler, ik heb eigenlijk niet echt een voorbeeld. FIFA, ik speel FIFA al meer dan 10 jaar, denk ik. Ik vind het mijn favoriete spel. Dat ik er dan mijn werk van kan maken is fantastisch. Umrausing. Nou, dat verschilt. Ik heb Umrausing gehoord, ik heb Umrausi en GH gehoord. Gewoon echt op de meest bijzondere manieren wordt uitgesproken. En daar hebben we alle deelnemers op een rijtje. Ja, mannen, zeg het maar, van wie mogen we het meest verwachten? Ik heb heel veel verwachting van Graafschap en Heerenveen. Dat zijn Dani en Floris. Zij komen van Team Gullit af. Dus dat, zij waren eigenlijk onderdeel van Team Gullit als e-sporters. Ja, leg dus even uit voor de mensen die niet weten wat Team Gullit ja, is. Ja, Ruud Gullit heeft zijn eigen e-sports team. Waar een aantal spelers bij zitten, talenten bij zitten. Heel baas. En ja, dat vind je sowieso, je vindt hem sowieso wel. Ja. Je bent al jaren low-key fan. Low-key, ja, precies. Nee, Dani en Floris die zijn dan nu namens Gullit, Team Gullit uitverhuurd aan de Graafschap en Heerenveen. En ik weet dat Floris ook al sinds ja, altijd Heerenveen-fan is. Dus leuk dat hij daarvoor nu kan uitkomen. Jammer dat we Niels Christ nu niet terugzien. Ja, dat is wel jammer, ja. Maar het is ook een beetje hetzelfde aan wat we net ook al zeiden. Kijk, je kan wel een favoriet op doen, maar dat is bijna onmogelijk. Ja, want het blijft heel spannend. Je hebt de jongens van vorig jaar, bijvoorbeeld Nick Den Hamer, die nu hartstikke goed gaat. Je hebt nu Tony Kok, die eerst van Europa is geworden laatst. Ik denk dat mijn teamgenoot van Fortuna Sittard, Renzo, ik denk dat hij wel eens heel ver kan komen. Tot helemaal tot zit uit zover. Okay. Dat is wel echt heel ver hoor, jongen. Ja, dat is echt. Dat is maar eind, hoor. Ja, er zijn gewoon heel veel spelers die. Ja, je kan het een beetje meten, dus met de online prestaties. Die in de top 100 zitten elke week. En maar het wordt dus niet weer PSV Ajax. Nou ja, dat kan. Maar ja, weet je, ja, het is echt. Nu met die nieuwe opzet zijn het veel meer momentopnames. Ja, ja, maar we hebben nu ook over VVV. Maar kijk bijvoorbeeld de Sandro. Drop je nou weer VVV? Nee, omdat ik daar dus aan moet denken. Maar kijk, zo bijvoorbeeld zo'n Sandro, die ontwikkelt zich ook nog steeds. Ja. Hè? Die haalt nu ook af en toe top 100. En dat is ook niet misselijk, hè? Ja. Dus het blijft zeg maar groeien, de kwaliteit. Ja. En er zijn ook weer dus een paar nieuwe bij. Ja, het is moeilijk om dan 1-2 favorieten te noemen. Ik denk dat gewoon. Maar sowieso in een knock-out. Er komt andere spanning bij kijken. Ja. Het kan zomaar klaar zijn als het even tegen zit. Jij en Ali, speelt Ali de PlayStation? Stefano staat nu. Ja. Maar jij en Ali hebben bijvoorbeeld heel veel ervaring op Europese toernooien. Brian is er volgens mij ook al een paar keer in geweest. Trouwens, waarom wij VVV Venlo steeds noemden. Dus, dat is eigenlijk omdat zij ontzettend goede spelers zijn die vorig jaar niet de beschikking hadden over al die topspelers. Dus ja. Volgens mij heb jij nog een keer gelijk gespeeld tegen VVV. Ik heb tegen allebei gelijk. Gespeeld. Ja, het zijn gewoon hele goede spelers die niet even sterke middelen hadden als andere teams. En nu is dat wel het geval. Dus ja, wie weet is nu iemand die vorig jaar een beetje middelmoot was. Nu ik er in staat om echt mee te draaien in de top. Ja, en Stefano, enige buitenlander in deze competitie. Ja, want denk je dat we dat nog vaker gaan zien? Dat hoop ik wel. Nu het niveau van de Eredivisie ook omhoog gaat, dat ook nog helemaal... Nou ja, dat, niet te veel, want mijn Engels is niet zo goed. Dat zou maar Joey kunnen zijn. Ja, dat Joey kunnen zijn inderdaad. Ik denk dat het nog wel vaker gaat gebeuren. Maar dan had je even Engels taallesje moeten nemen. Ja, mijn Engels is ook zo. Ja, ik ben misschien kunnen we samen. Wat dat betreft. Maar toch leuk. Je ziet toch dat ze ook weer dat de competitie groeit. Zeg maar, en we hebben dan nog, dan ga ik nog één keer beginnen over de kwaliteit. Maar je ziet ook dat de tweede e-sporters van de teams ook gewoon of gelijkmatig zijn. Als je kijkt bij Feyenoord, Ajax, Excelsior. PSV, Excelsior. Van alles, weet je wel. Normaal gesproken was dan een tweede persoon misschien iets minder of zo, maar nu is het ook gewoon nek aan nek. Dus we hebben echt nu alle beste spelers die kunnen in de Eredivisie voorkomen. Ik kan niet echt zomaar meer 1, 2, 3 naam noemen die nog niet in de Eredivisie zitten. Want voorheen werd er wel eens gezegd van ja, ik snap niet dat die niet speelt. Weet je wel, dan zit je wel, zaten we wel eens boven misschien het eerste jaar of tweede jaar. Zeg van ja, ik snap niet dat die had ook al zo mee kunnen doen of die. Nou ja, die spelers zitten er nu allemaal bij. Ja. Ja. Dus nu gaan maar oude garde, Haasbroek, Paski, kunnen die er ook allemaal in mee? Ja, nou, ik moet zeggen dat Paski aardig mee kan deze FIFA. Ja. Alleen ja, dat moet je allemaal nog net zien natuurlijk. Ja. Die zitten misschien net iets onder die top, weet je wel. Maar ja, wat Dani zegt, Paski heeft natuurlijk mega veel ervaring. Ja. Met dat soort toernooien, dus dat kan ook mee. Maar die spanning telt dat natuurlijk ook wel. Brian Hessing, die wil ik nog even specifiek noemen. Die speelt nu op Xbox en op PlayStation in een weekend 60 potten FIFA. En die gaat dan 59 om 1. Dus van de 60 wedstrijden die hij weekend verliest. Dat is aardig op zich. Bizar. Verliest hij 1. Ja. Ja, die kan ook wel wat. Die blijft ook altijd op. Hij is wel goed, ja. Die zit wel op FIFA. Die zit er wel op. Ja.
Ja, we gaan het allemaal zien, want we zijn zo meteen terug. Dan gaan we loten, gaan we bepalen wie in welke pool terechtkomt. Hartstikke spannend. Dani is alvast even aan het warm draaien, want dat is natuurlijk wel een belangrijk element. Tot zo! Welkom terug, Eredivisie, de aftrap. Het moment is daar, het spannende moment is daar. We hebben de ballen erbij gepakt. We gaan loten. En er zijn drie clubs al ingedeeld. Die hebben we dan alvast bij de pool ingevuld. Dat is Lef Vinke van Ajax, groep A, groep B, Stefano Pina. En groep C, Jimmy Donkers van Feyenoord. En de rest gaan wij daar dus bij indelen. Bij PSV zien we dus Pina. Ja. Geen Ali. Logisch, nee. Bas? Nou ja, als je nummer 1 van de wereld wordt op PlayStation op een groot toernooi, dan... Ja, dan moet je toch een afweging maken als PSV zijnde. Ali is natuurlijk wel kampioen geworden op de PlayStation, maar ja, ze moeten toch een keuze maken. Net Ali meer ervaring op de Xbox. Ali meer ervaring op de Xbox op dit moment, dus. Is dit dan ook wat we bij de grote clubs gaan zien? Dat net als bij Ajax, ja, dat dan de een en dan de ander tweede helft. Ja, dus nou, de wereld. Je gaat de sterkste speler per console kiezen. En dat moet denk je dat, ook. Ik denk dat PSV juist de keuze heeft gemaakt. Ja, toch? Maar ja, dan weet je als Dani het zegt. Als Dani het zegt, geloof mij nog maar. Dan is dat natuurlijk gewoon zo. We gaan ook even kijken naar de indeling van de rest van de potten. Dan zien we pot 1. Zien we wel dat we een nieuwe e-sporter hebben bij AZ. Daar gaat Melvin Boeren spelen. Dani, jij bent mijn lieftallige assistente. Dus jij mag beginnen met de balletjes. Voor pot 1 gaan we beginnen. Ben ik klaar voor? Pak ze erbij. Ja, jongens, liggen mijn handen vandaag. Ja, spannend. Het is wel jammer dat er niet zo'n publiek bezig is als bij Lingo. Dat is toch jammer. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat jij dat zou zeggen. Ja, nou ja. Zwarte bal. Hey! Yeah. Melvin Boeren hebben we meteen. Nou. Van AZ. Dani, volgende balletje. Gaan we meteen bepalen in welke pool die komt. Bij wie komt die? Lef Stefano. Wat zit erin? Donkers. Spannend. Vraagteken. Dani mag kiezen. We gaan even bellen. Lot ligt in mijn handen. Ik hoop niet dat de mensen boos op mij gaan worden. En dat is... Pool B. PSV? PSV, dat is mijn, zeker. Ja, bij Stefano. Ja, pak maar meteen de dat volgende. Meteen, twee mooie. Spannend. Wat doe je dat soepeltjes trouwens, die balletjes ook? Ja, ik heb even geoefend hoor. Moet ik wel bekennen. We hebben Hessing van Heracles Almelo. Mag je ook meteen de pool pakken. Wie speelt er op vakantie, FIFA? Bij Ajax of Feyenoord dus. Ja, bij Ajax of Feyenoord. Wordt het Lef of Jimmy? Ik denk bij Lef. Ja, is... Bij Lef. Bij Lef. Pool A. Ja, fans, wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? Ja, Lef tegen Brian. Brian, spijt me. Ja, is het Dani, je mag de volgende pakken. Dit is toch wel spannend. Gaan we nog, okay? Gaan we nog ronddraaien? Of? Ga je een klacht krijgen van Lef hierover of niet? Nee, ik denk het niet. Ik bedoel... Lef kan iedereen hebben. Bijna ja. Als je kampioen wil worden, moet je... We hebben Bas van Excelsior. Bastaffa. Nou, dan is ook wel duidelijk... Ja, Jimmy Donkers met Bastaffa. Rotterdamse dorp. Maar we laten, net als bij een echte loting, laten we ook vooral zien dat hier dan dat wel de echte denken in zitten. Er was nog A in. Ja, alsnog A. Kijk eens, Pool C. We krijgen een Rotterdam. Helemaal. Derby. Dan gaan we even kijken hoe dat er nu uitziet. Nou, dan hebben we toch al meteen een Rotterdamse derby, jongens. Ja. Dat is toch mooi? Werkt dat ook zo bij e-sports of niet? Nou ja, derbygevoelens? Als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat... Ja, dat. Ik denk niet dat Bas Quist een echte... Ja, dat hij echt voor Excelsior is zijn hele leven, maar... Ik wist het ook niet, maar ja. Dat is maar net, bij deze? Bas Quist het ook niet. Soms moet je grap uitleggen en dat is toch jammer weer. Dat is toch jammer. We vooral verder gaan met de loting. Had op zich niet gehoeven hoor, maar kijk maar even. We gaan door. Dat was gewoon niet grappig. Nee. Maar ik begreep hem, was ook genoeg geweest. Nou, take it away, Dani. Ben je klaar, Bas? Ik niet. Maar... Ja. Spannend dit, hoor. De middelste. Ja, het is echt ongekend. Leuk altijd dit. Nick den Hamer. Oeh. Yes. Oeh. Nou, Dani, outsider, volgende. Outsider. Dani, ik verwacht ook iets meer initiatief dat je uit jezelf al de volgende pakt. Het is echt... La Puissant. Ja, sorry, hoor. Hamer. Spijt me. Het moet echt helemaal gecoacht worden, gewoon. We hebben Pool B. Oei. Oei. Ja, is dat een oei? Ik pak de volgende. Ja, uitstekend. Fijn dat je het zelf doet. Ja, alles is een oei. Ze zijn allemaal goede spelers, dus. Ja, wat een spanning hier. Spanning en sensatie. Deze gaat iets minder soepel, jongens. We hebben Kok van PEC Zwolle. Tony Kok, tuurlijk. Tuurlijk. Tony Kok en Elf. De vraag is, welke pool? Pool A wordt dan wel een hele gekke strijd.
Pool C. Pool C. Oh, Jimmy en Bas. Poeh. Spannend. Maar bijna alles is spannend. Ja. Ik wil niks bij het zeggen. Maar dat jullie eruit komen, is het oeh. Ja. We hebben geen pool des doods hier, of wel? Nou, dat... Wie weet. Ah. Kan wel komen, hoor. We hebben Mitchell. Hoppa, lekker. Hoppa. Dani. Fresia. Dankjewel. Poeltje A. Oeh, Ajax-ADO. Ajax-ADO. Beladen pot. Altijd gevoelig. Ja, zie je wel. Kijk, zie. Ik zei dat dus vorig jaar, maar ze wouden me niet geloven dat dat een beladen pot is. Ja, dat is echt een beladen pot. Wie niet? Deze meneer niet. Heb je niet goed je huiswerk gedaan, Raoul? Ja, met echte voetbal wel, maar... Ja, maar je wist toch dat Mita denkt... Ja, hebben Floris. Ja. Heerenveen. Floris, Heerenveen. Nou, pak een pool erbij. Team Gullit. En natuurlijk Heerenveen. Maar dat is toch wel algemeen bekend? Dat ja, ik weet ook wel dat het in het echt zo is. Maar bij de E-visie is dat anders. Mitchell wil heel graag van Ajax winnen. Maar Dani maakt het niet zoveel uit. Nou ja, ik wilde ook wel graag van Mitchell winnen. Want hij heeft wel altijd... Je doet het toch voor je achterban? Als je die app... Pool B. Goed. Floris, Pool B. Oh, wat zakelijk opeens, Bas. Ik ga die appjes er maar niet bij halen, maar als je weet wat Mitte allemaal naar mij stuurt. Dickpics en zo. Nee. Oh, dat mag ik niet zeggen, sorry. Nee, dat is lullig. Nee, dat is flauw, dat mag ik niet zeggen. We hebben Hazenbroek. Danny. Oude garde. Danny. Pak er een mooie poep uit, zou ik zeggen. Dat was een grap voor de duidelijkheid. En Mitje, voordat ik dadelijk ook gekke berichten krijg, was een grap. Ja, was het een grap? Ja. Oké. Okay. FC Utrecht. Soms maak ik een grap. Moet je nou weer die grap uitleggen? Nee. Ongekend. Pool A. Pool A. Zo dan. Oef. Nou, dan gaan we ook even laten zien. Even een beetje... De laatste hier ook echt in zit. Dan zit, als het goed is, juist. Paski zit hierin. Rokkes. Dat is ook naar A, toch? Of niet? Nog en die zit... Welke pool hadden we over, jongens? C, toch? Hebben we goed opgelet? Ik heb echt niet opgelet. Echt een soort van Max Geheugentrainer nu, hè? Pool C. Ja, Paski, Pool C. Nou, dan gaan we even kijken. Hoe ziet dat er nu uit? Voor jullie geheugen te testen. Nou, dan zien we wel aardige poeltjes ontstaan. Waar verwachten we dan nu? Welke pool is nu het lastig, jongens? Ik denk C. Ik denk ook C. Ja, ik denk C ook. Nou, ja? B, denk ik. Ja, je kan er niet, maar... Nee, je kan het echt niet zeggen aan deze loting. Wel grappig dat Ajax tegen ADO en Utrecht speelt. Ja, allebei beladen potten voor de achterban natuurlijk. Ja, zeker. En jullie wel eventjes becommentariëren. Nou, tuurlijk. We gaan de laatste indelingen doen. Top. Vind je het zo spannend? Ja, ik vind het heel spannend. Ja, wat Raoul zegt, kan dus nog dat de twee spelers van Team Gullit bij elkaar in de pool komen. Ja, ik denk dat ze daar zelf niet heel blij mee zouden zijn. Ja, we hebben Renzo. Renzo. Pak er meteen een pool bij, Dani. Dat was Sing. Gaan er even wat tempo in gooien. Huts. We got Renzo. Goed voor Fortuna. Komt Fortuna u maar. Zit daar. Pak maar de volgende speler meteen. Oh. Kijken. Pool C hebben we. Ik heb zo'n vermoeden dat ze net ingefluisterd kregen dat er op moeten schieten. Denk je? We gaan over de centheid heen. Ja. Ik weet zelf soms ook al wat, hoor, Dani. Oei. Soms. We hebben Firi. Firi. Ik had het idee dat je naar het balletje aan het kijken was. Huh? Ja. Ga je nou dingen vermoeden van mij? Ja. Ik ben een hartstikke eerlijke jongen. Pool B. Ja, dat voorkomen heb je ook wel mee. Weet dat daar Team Gullit? Nee, die zat in C. Nee, die zat in B. B, ja. B. Floris zat in B. Spanning und Sensationen. We hebben Dani Visser. Ja, dat kan dus. Waar zat Floris? B is al. B, toch? Is B al vol? Oh nee, C was dat. Dus het kan nog B, toch? B, ja. Ja, dit wordt hem. Het spijt me. Sorry, jongens. Ik heb het verkloot. Pool C. Ja, dat Team Gullit nu zit te klappen. Die is vol. Pool C is vol. Ruud Gullit komt even... Hebben er nog een paar? Ik denk dat we nog steeds Ruud Gullit kunnen vragen als gast nu. Ruudje, kom even koffie bij mij, denk. We hebben Menno van Nak. Poeltje erbij, Dani. Zet het bier maar koud. De E-divisie legende. Zet het bier maar koud. Menno B. Avondje Nak. Let's go. En waar gaat hij dan terechtkomen? Pool B. Oeh, zit Willem II daar? Bij Willem II, ja. Een beladen pot. Zo, we zijn echt een paar mooie affiches aan het loten, hoor, jongens. Dus nu wacht tot Go Ahead Eagles natuurlijk bij Zwolle komt. Oh, wacht even. Ik denk dat ze ons ook de loting van de KNVB-beker moeten laten doen. Ik denk dat Luc Jans. Luc Jans. De nieuwe legende. FC Emma. In de E-divisie. En waar komt hij terecht? In Pool A. Oh, dat hebben we nog eentje over. Een aardige klus. Ja, nu komen we er al vermoeden, Luc Jans. Dat moet ook Pool A zijn, hè? Dat is toch een beladen... Goed dat je nog even bleef roeren, Ja, maar Dani. Dat hoort gewoon voor de show. Ja, zeker.
Maar mag wel even benoemen dat je dat goed deed, toch? Dan hebben we Sandro nog over. Sandro. En die zit ook in pool, jongens. A. A. C. Dat is goed. B. Alles weer genoemd. Pool A. Kijk eens, klopt helemaal. Dan hebben we toch een één pool die heel makkelijk... Ja, heel makkelijk? Misschien zeggen, een makkelijke pool. Was dat A dan? Volgens mij pool A. Ja, dit is dan nu alles op rijtje. Alles is ingedeeld. Wat is de zwaarste pool, jongens? Ik zou C zeggen. Ja, ik ook. Ik zou dat denk ik ook zeggen. Over het algemeen. Ja, jullie zijn wel, jullie zijn het wel over eens. Nou ja, ik denk... Ik denk dat je, in C, zeg maar... Ja, ik ken Rens op het niet heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Wel. Die schijnt heel goed. Die schijnt heel goed te zijn, dus dan heb je echt alleen maar... echt goede spelers, of spelers met heel veel ervaring. Dus ik denk dat dat echt een hele zware pool is. C is de pool, dus doods als je erin... En welke pool, is het makkelijkst? A. A? Ik twijfel toch, omdat bij B heb je wel een nieuwkomer Fieri bij Willem II. B makkelijker? En je hebt Fieri en Menno in B. En de eerste vier die gaan sowieso ergens naar door. Maar ja, we kunnen wel allemaal nog speculeren, maar aan het eind van de dag gaat het om de vorm van de dag. Wie dan lekker in zijn vorm. Ja, maar goed. Ervaring. Dus ja, het blijft toch ook enigszins een loterij natuurlijk. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk altijd in het voetbal. Hè? Nee, maar het is wel inderdaad A en B's lijken toch voor de toppers... Misschien iets makkelijker dan voor de mensen uit C. C is over het algemeen. C is over het algemeen. Zes topspelers. Dus. Ja, dus die gaan het zwaar krijgen. Nou, het officiële, formele gedeelte zit erop. We zijn zo bij jullie terug. En dan gaan we nog een pot spelen voor de fun. De jongens nemen het tegen elkaar op. Tuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jullie gaan je alvast klaarmaken. Hè? Zeker, zeker. Zin in. Tot zo. Studio E-Divisie, de aftrap. We hebben net geloot. Het was spanning en sensatie. Ja, dat belooft veel gekkigheid. Ja, we hebben de poolindeling gemaakt. Ja. Formele gedeelte zit erop. Ja, dat is altijd lekker. Dat is wel lekker, hè? Dan is even die spanning eraf. Ja. Ik zat er toch tegenop te kijken, denk ik. Ja, wel, hè? Dus ja, dan ben je er nu eindelijk vanaf. Ja. Dan gaan we nu een fun game spelen. Fun game. Welke gameplay? Want we gaan niet normaal spelen. De survival mode. De survival mode. Dus pak je backpack erbij. Nee, het is... Het is een survival mode en voor de mensen thuis, mochten je het nog niet weten. Dat is, de survival mode is een modus waarin je speelt. En als je scoort, gaat er een speler van jouw team weg. Waardoor het eigenlijk iets moeilijker wordt. En als je het meer scoort, dan blijven er minder spelers over op het veld. Dus meer ruimtes, meer gekkigheid, meer fun. Want het is uiteraard een fun game. Wat een prachtige uitleg. Ik kan er niks meer aan toevoegen. Raoul, jij gaat de eerste helft spelen tegen Dani. Daarna is er even een super sub met Bas. Dan heeft Dani nog vier spelers over. Dus dan heeft Dani nog vier spelers over. Je kiest voor Frankrijk? Ja, we gaan voor Frankrijk. Ja? Allez le bleu. Allez le bleu. Nou, prima. Wat verwachten we er nog van, Dani? Eitje of? Spannende pot. Ik heb vernomen dat hij een aardige speler... Omelette du fromage. Ik heb vernomen dat hij wel kan spelen. Ik ga gewoon als een e-sporter spelen. Gewoon. Beladen pot? Is dit zo'n beladen pot? Ja, dit is wel een beladen pot. Ja, dit is beladen, hè? Frankrijk tegen Joeven. Onze tactiek is Le Croque Monsieur. Dus ja, we gaan op de bak, snap je? Zeker. Je begint wel elke keer over eten, merk je. Ja, maar ja, dat mensen thuis weten natuurlijk wel dat ik natuurlijk een enorme fan ben van Le Croque Monsieur. Hij staat op amateur. Dat is niks met de keeper. Nee. Let's go, jongens. Goed, we zijn gestart. En dan is het hier Juventus. Kijk eens, die zie je dat Dani meteen alweer helemaal losgaat. Bro, ik verwacht van jou gewoon dat je de rust bewaart. Ik ga gewoon lekker alleen maar teruglopen. Zo gaat FIFA 19 toch? Ja, je ziet dat Raoul toch al enigszins onder de knie heeft. De tactiek die goed is als je tegen pro-spelers speelt. Veel met je centrale verdediger of centraal verdediger in de middenveld lopen. Kijk eens. Dani, jij gebruikt time shooting. Hè? Dat is natuurlijk een nieuw ding. Oh, hey, wat kunstgebied. Maar het is nu time shooting is nieuw. Gebruik je dat veel? Ik gebruik het heel veel, ja. Ja? Dat, ik denk als je dat niet onder de knie hebt, dit dat je nou niet weer bij de wereldtop kan zitten dit jaar. Oh. Nou, dan moet ik toch even oefenen. Want ik denk net die wereldtop tik ik net misschien aan. Als ik dat misschien ga toepassen, dat ik dan toch misschien een keer erbij kan komen. Goed, kijk eens, daar gaan. Juventus, weer nog steeds in balbezit. Maar nog niet gescoord. We hebben 10 minuten volgehouden, Raoul. Ik ben trots op je. Ik had er toch al lang twee om de oren gehad. En dan kijken ze timeshoe. Oh, op de paal. Of daar, joh. Daar. Je zag het. Wauw. Meen je dit? En dan gaan we. Ja. Giroud. Nee, kijk, nee. Niet eerst. Kylian Mbappé. Oh, op de opgevoerde bom. En dan zie je Paulus Pogbanus. Leg hem terug. Antoine. Ah. Oh, joh. Dit had hem moeten zijn, hè? Ja, dit was hem. Je krijgt één kans. En dit was hem. Op dit niveau? Ja, op dit niveau wordt het, okay. Nu wordt het afgestraft, weet je, als het Dani is. Ja, moet een beetje Frans dan spelen, gewoon heel klaar is. Ja. Ik weet dat Dani slecht is tegen Fransen. Oh. Slaas. Nou, wat is dat nog weer voor? Recent gebeurd met een Olympique Lyon. Oh ja. Tegen Fransen krijgt hij niet veel kansen, heb ik vernomen. Maar dat kan aan mij liggen. Oké, daar gaat hij.
Cuadrado, de 5-star skiller. Oh, oh, hij heeft last van zijn hak. Zo te zien, even een akkertje en dan is het geen doelpunt. Dan is het nog steeds 0-0 en dan wordt het nog steeds spannend. En dan is het hier, Paulus. Met zijn mooie kapsels altijd. Is er iemand in de studio die me even wil troosten? Nee. Alsjeblieft. Helaas is er niemand die jou wil troosten. Maar Bas, ik hou van je. Ja, maar nu... Alsjeblieft. Ik heb liever dat je onze privé-situatie buiten de uitzending hebt. Nee, dat zal ik wel doen. Ik vind dat niet te professioneel wat je nu doet. Goed, we hebben hier Juventus. Daarom is het ook een fun game. Miralem Pjanic. We zien niet zoveel van die gameplay als het gewoon 0-0 blijft, hè? Nee, ja, nee, maar daarom wisselen we ook in de rust natuurlijk. Ja, precies. Nee, kijk, die dat weten mensen misschien niet eens wel. Ik sta er helemaal ergens op. In de rust ga ik dus wisselen met Roel. Ja, super sub. We hebben het behandeld. Ja, ja, precies. Kijk, je moet toch het beste voor de laatste bewaren, zeg ik zo meestal. Dus ja, kijk. Roel ziet dat Roel toch een beetje anti-voetbal speelt, maar ja, het pakt tot nu toe nog goed uit. Oh, kijk, er goed tussen. Counter! Gaat hij weer. Hey. Wat? Lekker breken. Nee, dat was echt keurig op de bal. En dan hier Pjanic, de man. Hey. Met de gouden Paulus. Oh, 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 waar ga je heen, Dani? Kom maar, papa. Ik werd wel eventjes ergens heen gestuurd waar ik niet heen wil gaan eigenlijk. Ja, ik had de boswachter al gebeld, want dit ging niet best. Goed, Juventus weer met ruimte. Wat gaat hij er dan mee doen? Oh, wat is die gameplay traag. Oh, deze game. Ja, aftrap, hè. Fans. Nee, het speelt gewoon prima. En dan hier Matuidi, blazen. Oh. Die balla. Ja, het is tikkie, 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 maar tot nu toe... Tikkie, tikkie, maar niet tikkie in de golazo. Nee, precies. Ik weet niet wie niet meer schoten bedoel heeft, maar volgens mij ben ik dat. Als ze doorgaan, is het natuurlijk Raon tikkie voor de overwinning. Maar dit... Ja, schot was niet op doel. Hij werd geblokt. Volgens mij tette dan niet meer. Nou, hier, Juventus. Laat het wat zien, Dani. Jij bent de kampioen van Nederland. Paulo Di Balla. Hij voert de druk op. Nee, ik kan het niet meer aan. Cuadrado. Nou, je hebt geluk dat je nog tegen mij mag spelen, de tweede helft. Dus komt helemaal goed. Matuidi met een timeshoot en dan zie je Hugo, Jori. Want het is twee keer een L, dus dan wordt het Jori natuurlijk. Ik ben natuurlijk taal. Goed dat je het even toelicht, ja. Ja, zeker. Behalve in het Spaans. Gewoon gaan commentaar geven, dat kan natuurlijk ook. Het is natuurlijk een fantastische bal, de ballon. Is dat een dingetje, die first time? Hey, Bas, dus 44 minuten, wil je nog warming-up doen of niet? Nee, ik vertrouw mij. Ah, precies. Ik bedoel, kijk, ik zie natuurlijk al mogelijkheden. Kijk, het zou leuk zijn als Raul nu even een doelpuntje zou maken, maar... Ja, toch 0-0 tot rust. En wat zou onbepalen dat hij moet wisselen met mij? Zeker. Ja. Oh, daar gaat hij. Cristiano Ronaldo. Wat doet hij? Hij loopt niet. Dus voor een e-sporter moet dit een doelpunt zijn. Ronaldo voor zijn rechten. Legt hem weer terug. En het is tiki tiki taka en dan toch 1-0. Toch nog? Ja. En dan, dan is de eerste race quit. De eerste race quit van de Eredivisie is een feit. Bassie, je kan erin. De zender. Je kan erin. Ja, je hebt de zender toch nodig om commentaar te geven. Ik zou wel zeggen, blijf rustig. De batterij, alles valt eruit hier. Ja, nee. Nee. Hey. Wat een boeder, Raoul. Ja, jongens, nu hallo. Gaan we mee. Ongekend. Hoi, Dani. Ja, niemand hoort je nu natuurlijk. Je hebt geen microfoon meer om. Ja, heel vervelend. Ik wist niet dat je dit in je had. Kom. Kan ik... Wat voor opstelling spelen wij, Raoul? Wil je het veranderen? Ga maar door, hoor, jongens. 2-3-1. Oké, okay, ja, of wil je alles nog even aanpassen, Bas? Nee, hoor, wat ik al zeg, ik vertrouw op mijn eigen kunnen. Ik wilde zeggen aanpassen. Nou, ik vertrouw niet op de kunnen van mijn speler, want die... Hey. Ja, ik nee, ik ga nog niet weer zo'n vieze goal maken. Nee. Zo, volgens mij... Hé, Bas? Woe! Dani Hagebeuk! Oh, sorry! Daar gaan we! Oh, dit! Hé, hey, kijk eens thuis! Ik weet dat jullie zitten genieten goed voor jullie. Oh, kan iemand van de redactie even boswachten bellen? Want, oh, ja. En dat ga ik er dan met 5 nummer af zo meteen. Yeah, ik ben in het casino. Come on! Ja, ja, leuk, roulette. Ja, ik kopie al jouw grap. Ik kopie al jouw grap. Zo, we zijn er weer. Gaan we. Nee. Ja, Bassie, kom op. Ik weet het niet meer. Mbappé. Oh! Ja, ja. Komt dan door, joh, blazen. Blazé. Hij was een beetje... Wat? 24. Lijkt alsof hij alcohol op had. Misschien moet hij even blazen. Misschien zou de druk omhoog gooien. Misschien moet hij even blazen. Oh, ja. Wat moet je doen, is dan de vraag altijd weer. Wat moet je doen? Wat moet je? Oh my god. Dus daar heeft maar één kans tegen mij nodig. En de game is geen game. De game is geen game. Huts. En wat is er dan weer, mannetje? Ga je ook spelen dit seizoen, Geesje? Ik dit is fouten, man. Ja, hoe laat is dit, man? Dit is... Wat is dit? Nou, deze zat wel aardig in. Voor deze moet ik gewoon een belastingdienst bellen. Dit is gewoon fraude, eerlijk. Je kan er niks aan doen. Ja, nee, maar ja, kijk, als ik bijvoorbeeld tegen hem in de weekendlijke speel, zou ik 9-1 draaien. Dat zou wel gek worden, weet je. Leuk kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Ja, ja, dit is die first time. Ja, dat doe je echt bijna bewust, zijn broek. En maar time je die dan ook? Ja. Maar dat is best wel knap, toch?
Dat ja, maar die first time ja, als je het eenmaal onder de knie hebt, dan gaat het automatisch. Maar het is wel lijkt alsof je een pro-speler ja, bent ofzo. Raoul, leg eens uit dat getimed schieten. Kijk dit dan, joh. Dat schieten, dat zorg je ervoor dat eigenlijk de shot error verlaagd wordt. De kans dat het schot misgaat, ja, wordt dan verlaagd. Ik heb nu 9 mannen. Als ik even ja, de kans dat iedereen gaat, wordt groter. En dan moet je vlak voordat je schiet nog een keer schieten, ja, toch? De kunst is om de eerste keer indrukken te bepalen hoe hard je schiet. Dus zeg maar de kracht ervan. En de tweede moet je eigenlijk indrukken op het moment dat je... het been van de speler naar achter ziet gaan, omdat hij dan echt wil gaan schieten. Maar helemaal als je dat dus in één keer doet, dus first time shot, zoals Dani doet, hard inspelen en dan in één keer schieten, dan is die ruimte, omdat de time is, veel kleiner, dus veel lachen op de doek. En, ja, het lijkt bijna alsof Dani je hier betaald voor krijgt om FIFA te spelen. Oh, dus maar dat gaan we dus wel vaak zien dit seizoen. Dat gaan we heel vaak zien. En het is heel lastig om dat te stoppen, omdat helemaal als je dat geplaatst schiet in de verre hoek, het voor de keeper gewoon heel lastig is om die te houden. En je heeft in het spel gedaan dit jaar dat je handmatig de keeper kan bewegen. Dus dan druk je je rechterstick in en dan kan je, terwijl je tegenstander aan de bal is, kan je keeper verplaatsen. En daarmee kan je eigenlijk anticiperen dat je tegenstander dat probeert te doen. En dus die keeper de verre hoek induiken. Dat is eigenlijk de enige manier om dat te stoppen. Maar dat is echt verdomd ingewikkeld. Dat is verdomd ingewikkeld, want stel hij besluit in één keer in de korte hoek te gaan in plaats van de verre hoek. En je net geanticipeert dat hij dat gaat doen in de verre hoek, dan is je keeper uit positie niet sowieso een doelpunt. Ja. Dus ja, dit jaar gaan we dat vaak zien. En wat we ook gaan zien is dat... Waarom staat Giroud in ons team eigenlijk? Die kerel die kan er geen pepernoot van, man. Dan moet je bij de tweede als wikkel ophalen op de markt op fut. Dan moet je bij rol zijn. Keeper. Ja, ik ga toch om in moeten grijpen, want ik ben geen fan van Giroud, sorry. Zet even de volledige druk erop, Bas. Ja, ik zet druk op de ketel. Hey, Alexandro. Ja, kijk, wie gaat Alejandro. Dan? Ga je Mbappé in de spits zetten? Alejandro. Kilian. Alejandro. Wat we ook dit gaan zien dit jaar, wat ik net wilde zeggen, is dat het soms heel voordelig is om zelf niet je spelers te besturen, helemaal de verdediging. Omdat de computer nog heel goed erin is om dat voor jou te doen. Dus vaak word je benadeeld als je zelf je verdedigers aanraakt. Dus ik weet niet of niet. Maar dat is eigenlijk best wel vreemd. Dat is best wel vreemd inderdaad. Best wel, ja. Dat... ja. Dat komt ook vooral omdat er iets nieuws is dit jaar. En dat heet de 50-50 challenge. Dus als jij een tackle maakt, is de kans 50-50 dat jij of je tegenstander hem terugpakt. Wat er soms voor zorgt dat je bijvoorbeeld 3 keer een bal moet onderscheppen. Dat hij elke keer weer terug bij de tegenstander komt. Hey, even serieus, man! Wat is er? Wat is dit? Wat spelen we? Dit is van 30 meter, man! Ja, keeper bewegen. Ja, precies. Dat is het ding, hoe je het kan verdedigen. Als je die keeper in die lange hoek zet, dan heeft hij hem. Maar ook al die Jorie die trapte uit, omdat ik gewoon een rondje deed omdat ik verder wou. Ja, ik vind fraude. Ik blijf nog steeds met mijn mening. Ik bedoel, ik zit elk weekend aan. Douglas Costa's erop. Ja, dit is een geval dat je dan moet Bas anticiperen dat hij dat gaat doen en in de verre hoek kan aantikken. Precies. Maar dat is alleen, ook wel iets moois. Het werkt wel zeg maar goed. Ja, mooi man. Ja, nu wel inderdaad. Maar je kan het wel gewoon met je keeper anticiperen erop. Ja, klopt. En dat moet je heel erg oefenen, want de kans is heel groot dat het fout gaat met die keeper. Doe jij dat al, Dani? Ja, ik gebruik het heel veel. Oké. En dankjewel Bas voor je interesse. Hey, als ik nou het is wel iets, tegen twee, dat is ook wel iets echt wat je moet weten ook. En ja, klopt. Dat moet je echt onder de knie hebben om maar ja, dit top te dat komen. Ook met dat AI verdedigen, dat je dus inderdaad beter de computer kan laten doen. Zo, hallo. Dat is een dingetje. En IE is daar bewust van. Of volgens mij zijn ze daar nu mee bezig om dat te verzwakken. Zeg maar dus. Ja. Maar ik vind het, ja, als je dit zo ziet, dan is het eigenlijk... Het is wel raar om alleen maar een schoot van 30 meter te zien. Ja, klopt. Ja, maar daarom, dat zal IE natuurlijk zelf ook altijd wel begrijpen. Dat als ze dit heel veel zien, bijvoorbeeld bij een E-divisie of bij een ander toernooi. Maar jij bent een gamechanger. Dan gaan ze het wel aanpassen. Ja, zeker. Ik ben bij het partnernetwerk. Maar ook gamechanger. Ik maak die game helemaal kapot als ze doorgaan. Maar dan gaat ze dat waarschijnlijk aanpassen. Want ja, dat is natuurlijk ook niet representatief voor zo'n spel. Dat alleen maar dat soort doelpunten worden gescoord. Dus ik ben benieuwd of we dat ook in de E-divisie heel vaak terug gaan zien. Huts. Ik ben ook benieuwd of we nog iets gaan zien nu van Bas. Maar... ja, maar ze... ja, het is geen meer de tijd niet. Dani, gefeliciteerd jongen. Thanks jongen. Lekker fraude. Ik vond het heel leuk. Goed. Fraude. Dat je fraude. Bent. Echt mooi. Ik kwam goed weg in het begin van de PDL. Mensen hebben het kunnen zien. De fits overleefde. Daarom verlies ik altijd. Je bent wel rustig. Het ging wel gelijk op. Je bent wel rustig gebleven. Het ging gelijk op. Ja. Ja, ik moet zeggen, 0 schoten op doel tegen 8 man. Dat is prima. Ik moet zeggen, ja, eerlijk. Ja, uitstekend. Ik kan niet beter. 70% nee, kan niet beter. Nou, dit was E-divisie voor deze week. Volgende week zijn we er. Dan gaan we helemaal terugblikken op alles van de eerste speelronde. Heren, bedankt. Bas, jij pakt even je eigen moment. Uitstekend. Helemaal goed. Uitstekend. Bedankt, heren. En jullie heel graag. Tot volgende week. KPN en Fox Sports, partners van de E-divisie.